Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Danske, en vandaag een video met Black Ops 2 gameplay. En vandaag is het op, wat is de map ook weer? Dit is, Hijacked. Dit is Hijacked met de MSMC, en wat er precies op die MSMC zit, weet ik zo niet. Misschien dat je het in de video kunt zien als je goed oplet. Maar in ieder geval, verder is het op zich een redelijk mooie gameplay. Het had volgens mij 100 plus kunnen zijn als ik al mijn killstreaks had geselecteerd. En zoals je het al ziet, ik heb alleen Orbital en Swarm. En als ik dus gewoon een loodster erbij had gezet of zo, dan had ik echt een 100 plus kunnen halen. Maar helaas, ik had prolijk één ding vergeten aan te klikken. En dan ben je gelijk genaaid eigenlijk. Omdat de Modern Warfare was het altijd, je moest hem saven. Je killstreak loadout. Alleen hier hoeft dat niet. Hier is gewoon, je klikt hem aan. En hij start gelijk. En als je niks aan klikt, dan heb je niks. Simpel zat. Dus dat is wel lullig. Maar in ieder geval, voor de rest wil ik het eigenlijk niet over de gameplay hebben. Wat ik het over heb, is over de Q&A. Want het is echt al een hele tijd dat we terug bij de 10.000 abonnees had ik beloofd dat ik een Q&A ging doen. En ik had beloofd een Q&A, een gastrollenweek en een giveaway. Nou, de giveaway en de gastrollenweek heb ik gedaan. Dat vond ik het belangrijkste. En de Q&A moet ik nog steeds doen. Dat is dus in deze video ga ik daar ook even de Q&A behandelen. Maar ik zit nu op volgens mij bijna 12.500 of zo. Dus ik ben echt al best wel laat hiermee. Maar je beter later nooit. Dus ik hoop dat je het leuk kan vinden. En de kans is groot dat ik vandaag meerdere video's upload. Dus ik zou zeggen, hou mijn kanaal in de gaten. Want het past sowieso niet allemaal in één video. Dus laten we gelijk beginnen. De eerste vraag is van Jules Vught. En die vraagt, als je moest kiezen tussen GTA 5 of Call of the Ghost, waar zou jouw voorkeur dan uitgaan? En dit is een best moeilijke vraag. Want het zijn beide games die ik heb en wil, moet ik zeggen. Want Call of the Ghost heb ik nog niet. Die kijk ik morgen. Maar GTA 5 heb ik al wel. En het zijn beide games die ik super vet vind. En het zijn beide totaal andere games. Ik denk toch dat ik voor Call of the Ghost zou gaan. Omdat bij mij Call of Duty een hoge replay factor heeft. En wat ik daarmee bedoel is dat er iets is waar je continu kan blijven spelen. En bij alle andere games naast Call of Duty heb ik dat niet. Ik heb bijvoorbeeld GTA of Battlefield of Uncharted, maakt niet uit. Al die games die zijn leuk voor een maandje. Dan stop je even en dan ga je iets anders doen. En dan kom je er later misschien weer op terug. Maar je blijft ze niet eeuwig aan elkaar spelen. En met Call of Duty heb ik dat meer. Dus ik zou voor Call of Duty gaan. De volgende vraag is van Ghost Modern Warfare 2. Do you like fish? Tot hoeveel kots gaat de COD doorgaan, denk je? By the way, nice fit, dankjewel. En ik denk dat Call of Duty nog heel lang doorgaat. En dat komt omdat ze nou op het moment een beetje naar de competitive scene toe gaan. En wat ik hiermee bedoel is dat het meer met MLG te maken heeft. En met bijvoorbeeld dat League Play, dat was echt al iets heel groots. En dat was iets nieuws. En mensen willen iets nieuws hebben. En ik denk dat dat MLG-achtige, dat dat echt de toekomst wordt. En dat ze daardoor nog echt veel kots gaan maken. Hoeveel precies, dat weet ik natuurlijk ook niet. Ik bedoel, ze verdienen nog steeds miljoenen per Call of Duty. Dus ik neem aan dat ze echt nog wel wat jaartjes door zullen gaan. Zeker al gaan ze over hun hoogste punt heen, zeg maar, qua sales. Dan verdienen ze nog steeds heel veel. En dan gaan ze denk ik nog steeds door tot heel de serie echt helemaal in de grond zit, zeg maar. De volgende vraag is van Lef Persoon of IF Persoon. Ik kan het niet helemaal goed zien, want de L en de I, dat is hetzelfde als je ook net de I hebt. Dus als ik het fout zeg, sorry. Maar in ieder geval, hij vraagt, rook of drink je en wat is je mening erover? Persoonlijk, ik rook niet vast en drinken doe ik alleen op feestjes. En mijn mening erover is, je moet zelf weten. Ik ben niet voor roken, ik vind het stom. Maar als je wil roken, dan heb ik ook zoiets van, ja, je moet zelf weten, weet je. Ik heb er verder niet echt last van. Dus mij maakt het in principe niet veel uit. Drinken, ja, het is... Als je het me niet te veel doet, ik drink alleen als ik op feest ben of zo, weet je wel. En niet als ik hier thuis zit te PlayStation, heb ik niet de neiging om even iets, weet je wel, in een of andere drank te pakken. Dus dat doe ik niet, maar ik vind op zich, het hoort er wel een beetje bij. En roken, ja, is in principe gewoon stom. Doe je het, ja, dat is je eigen probleem. De volgende vraag is van Modern Warfare 2 Sniper 805. Wat is jouw favoriete muziekstijl? En mijn muziekstijl is eigenlijk heel breed. Ik kan eigenlijk vrouwen overal wel naar luisteren. Mijn echte favoriete muziekstijl is denk ik hardstyle. Dat is hetgeen waar ik het meeste luister. En voor de rest gewoon top 40 en zo. Daar kan ik ook gewoon naar luisteren. Maakt me in principe niet uit. Het enige waar ik echt een hekel aan heb is Nederlandstalig. Dus daar kan ik echt niet naar luisteren. Daar word ik gewoon depressief van als ik het hoor. Dus dat is eigenlijk het enige waar ik een hekel aan heb. En de rest kan ik gewoon wel naar luisteren. Dus waarschijnlijk hardstyle. De Evo GT die vraagt, kijk je naar SpongeBob? En vroeger heb ik natuurlijk wel naar SpongeBob gekeken. En ik vind het nog steeds eigenlijk wel grappig. Alleen, ik kijk helemaal geen tv meer. Ik kijk echt totaal geen tv meer. En het komt op het moment komt er gewoon helemaal niks meer op tv. Simpel zat. Als ik nou een keer de tv aanzet, dan is het allemaal onzin. Het zijn allemaal achterlijke programma's. En als je films op tv ziet, dan krijg je 25 keer reclame. En er zijn ook nog films die je dan al 8 keer gezien hebt. Dus ik kijk eigenlijk nooit meer tv. Maar als ik nou tv zou kijken en ik zie SpongeBob,
dan zou ik hem daar wel even op laten staan. Zou ik wel eventjes kijken voor de grap. En ja, ik kijk het niet, maar als ik aan het zappen ben en ik zie het, zou ik voor de grap wel eventjes kijken, ja. De volgende vraag is van Mootje, oké. En die vraagt, wie is de kutste, stomste, irritantste persoon die je kent en vindt? En ja, vrij moeilijk natuurlijk. Ik bedoel, ja, de meest irritante persoon. Ook een beetje moeilijk om dat natuurlijk op YouTube te zeggen. Maar er is wel één iemand die ik van de basisschool ken. En dat vind ik gewoon een beetje een mongol. En ik ga geen namen noemen. Dat doe ik niet. Dat vind ik een beetje stom op YouTube. Maar ja, iemand van de basisschool. Waar ik echt een hekel aan heb gehad altijd. En niet dat hij mij pestte, dat helemaal niet. Maar gewoon, ik vond het gewoon een mongol. Simpel zat. Dus ja, ik denk van mijn basisschool. Volgende vraag is van Lars Tinneveld. En die vraagt, welke wapens heb je diamond op Black Ops 2? En ja, als je wapens diamond hebt in Black Ops 2, dan gaat het per serie, per klasse, zeg maar. Dus assault rifles, submachine guns. Dus ik ga niet allemaal wapens opnoemen. Maar bijvoorbeeld, ik heb alle assault rifles diamond. Ik heb alle submachine guns diamond en alle shotguns. Verder is geen, snipers en light machine guns. En dat komt omdat ik bijvoorbeeld bij snipers maar één sniper gebruik, bijvoorbeeld, of twee. En die andere dus niet. Dus dan kun je ze niet diamond halen. Dus de enige wapens die ik diamond heb, zijn dus alle assault rifles, submachine guns en shotguns. De volgende vraag is van Alvar582 en hebt jij nu Battlefield 4 gepreorderd voor PC? En dat is iets wat ik eigenlijk wel wil doen. Ja, Battlefield 4 is inmiddels uit, want deze zijn natuurlijk oudere vragen, maar Battlefield 4 was wel een game die ik wou preorderen. Alleen ja, op het moment vind ik dat niet het belangrijkste. Ik heb natuurlijk geen geldboom, ik heb verder niet echt werk, ik doe kranten nog steeds. En dat komt omdat ik gewoon lui ben om echt werk te gaan zoeken, dus gewoon echt bij, weet ik veel, supermarkt zo, daar, ja, heb ik gewoon geen zin in. Dus ik doe nog steeds kranten en daar verdien je bijna niks mee. En ja, ik heb Call of the Ghost gepreorderd, de Haunted Edition, die was €120. Ik wilde PlayStation 4 kopen, daar heb ik geld voor gereserveerd. Ik heb laatst ook nog wat andere dingetjes gekocht, dus ja, alles bij elkaar. Kost allemaal veel geld, dus ik denk ik wacht eventjes met Battlefield 4. En ik ga die sowieso nog halen een keer voor de PC. Maar op het moment, ja, kan dat gewoon even niet. Ik wil wel altijd wat geld op zak hebben en niet dat ik gewoon totaal broke ben. Dus zodoende. Maar ik kom er wel sowieso in de toekomst. De volgende vraag is van I'm Wally. Welke opleiding doe je? Bij mij, ik heb meerdere opleidingen gedaan. Of ja, meerdere. Ik heb eerst een andere opleiding gedaan. Ik ben naar overgestapt. Dus mocht je nou op het moment staan van je moet opleiding kiezen, ik raad je aan om er echt goed over na te denken. Want ik heb er niet goed over nagedacht. De eerste opleiding die ik had gekozen was HTM, High Tech Met Electro. En dat is een technische opleiding. En persoonlijk, ik vond het helemaal niks. En toen ben ik na 2 jaar overgestapt naar een andere opleiding. Dat is commerciële bouwkunde, daar zit ik nou op. En ja, ik zit nog aan het denken om naar architectuur te gaan. Maar die switch tussen architectuur en commerciële bouwkunde is makkelijk omdat het in dezelfde categorie zit, zeg maar. Dus het is niet dat ik dan helemaal overnieuw moet beginnen. Dat moest ik eerst wel, maar nu kan ik dan bijvoorbeeld gewoon in de tweede instappen. Zo. Want ik zit nu weer in de eerste. Omdat ik dus ben gestopt met die andere opleiding. Dus ik zit nu op commerciële bouwkunde. De volgende vraag is van Tony Scopin of zoiets. Sorry als ik jullie naam al verkeerd uitspreek, maar jullie hebben soms echt zo'n aparte namen. Maar in ieder geval, wat wordt Game of the Year? En persoonlijk denk ik toch echt GTA 5. Ik bedoel, Call of Duty is goed. Of ja, goed. Ik vind het zelf goed. Battlefield 4 vind ik goed. Verder zijn er eigenlijk geen games waar ik van zeg van die zijn fantastisch. Ik bedoel, Assassin's Creed is goed, maar ik zie dat geen Game of the Year worden. Ik denk dat het GTA 5 Game of the Year wordt. En dat komt ook omdat GTA zo'n game is die maar eens in de zoveel jaar uitkomt. En dat is dan zo'n gigantische release. En hij heeft zoveel geld opgebracht. Dat ik denk dat dat echt Game of the Year is. En ik denk dat hij er ook wel verdient. Ik bedoel, de game is misschien niet perfect. Iedereen verwacht altijd dat de game perfect is. Maar geen één game is helemaal 100% perfect. Ook al vond ik GTA San Andreas op de PlayStation 2. Daar vond ik wel, denk ik, een van de games die dichtst bij perfectie kwam. Nou, even kijken, wat zijn de volgende vragen? Moet ik ze even zoeken. Hier. De volgende vraag is van Flipke8201. En Dennis, wat is je beste vid met de meeste likes? Ik heb één video met 1000 likes. En dat is best wel raar, dat was mijn Road to Infected Moab deel 1. En ik vroeg voor 500 likes, dan ging ik verder met de serie. Toen kreeg ik het meer dan 1000. En vervolgens bij deel 2 kreeg ik nog geen 400 likes. Dus ik vind het gek. Maar ja, in ieder geval, dat is mijn video met de meeste likes. En de video zit erop, deze video. En ik ga sowieso dadelijk nog even wat andere video's maken waar ik verder ga met de Q&A. Dus ik zou zeggen, houd mijn kanaal in de gaten. Die komen binnenkort online vandaag nog, dat beloof ik jullie. En ja,
Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat een like achter. En dan zie ik jullie zo meteen in mijn volgende video. Tot dan. Houdoe.